Hallo allemaal, mijn naam is Chris Koppes, ofwel de Zingende Slager. Ik sta hier tussen Geldrop en Helmond bij Lierop, bij Kees Tel, bij zijn studio. Alleen hij weet niet dat ik kom. Ik ben de muzikale uitdaging aangegaan en dat wordt, is een programma wat gepresenteerd wordt door Nol Roos. Ik ken Nol van, heb ik hem één keer ontmoet in Winterberg, maar dat was het ook. Dus ik ga ze even overvallen en kijken of ze schrikken als ze mijn grote hoofd daar binnen zien. Gaan jullie mee? Hele goede avond allemaal. Hey Chris. Hey. Wat leuk joh. Dat is lang geleden. Jeetje man. Dag Nol. Hoi. Hey, hey Kees. Hey. Alles goed? Ja goed. Goed zo. Ja, ik kom jullie interviewen. Nee, ik kom hier voor de muzikale uitdaging. Ja, interview moet je dan zo doen, zal ik maar zeggen. Als ik oh ja, vooruit. Ja, dat is jouw werk meer dan het mijn natuurlijk. Dus, ik heb jou de laatste keer Winterberg, denk ik. Nee, ja. Moenschouw. Moenschouw, ja, met Exit. Dat is al een paar jaar geleden. Ja. Dat is al een paar jaar geleden, maar was wel leuk op zich. Zal ik hem even overnemen? Ja, doe maar, is makkelijker. Ja, oké. Okay. Chris, even voor de mensen thuis. Ik weet het nog wel natuurlijk allemaal. De Zingende Slager. Zingende Slager, ja. En ook gehaktballen meegenomen. Die heb ik altijd bij als de Kees moet. Kees vindt dat ik de lekkerste gehaktbal en de lekkerste saus heb. Maar ja, dat zijn zijn woorden natuurlijk. Klinkt wel raar als ik het zelf zeg. Ja, nou ja, goed, mag toch ook wel. Hey, wat is er de afgelopen paar jaar gebeurd? Eigenlijk niet zo gek veel. Ik ben best wel een tijdje ziek geweest. Maar dat, ja, goed, dat is achter. Ernstig of? Ja, best wel. Ik ben bijna 2,5 jaar ziek geweest. Maar alles is achter de rug. En we zijn weer volop in, met de muziek bezig. En ik ben eigenlijk net nadat ik mijn nieuwe album heb uitgebracht, 3 jaar geleden, ben ik ziek geworden. En ik ben nu weer een goed half jaar weer volop bezig. En ja, lekker. Hey Chris, ik zou jou zeggen, ik weet niet wie er komt, hè? Dus altijd voor mij, ik denk, oh, als er maar niemand uit Volendam komt, denk ik dan. Jawel, nee, dat is een grapje. Maar wat ik me wel herinner, is dat ik... ik zag jou daar voor het eerst en toen stond ik versteld van jouw kwaliteiten. Wat kun jij feest maken, vriend? Nou ja, dat is een kenmerk wat bij me past. Ik ben zelf ook niet iemand die zeg maar heel passief is of zo. Ik ben altijd iemand van doorpakken. En ja, er zijn 1001 mensen die beter kunnen zingen als ik. Alleen ik weet bijna zeker dat ik een van de meesten ben die het beste feestje kunnen bouwen. Ja, en hoe vertaalt zich dat in boekingen bijvoorbeeld? Nou, ik heb wel heel erg druk. Ja, kijk, ik ben er bij 2,5 jaar uit geweest. Dan moet dat weer aan gang komen. Ja, en zo heb je... Eerst was het altijd ieder weekend bam, bam, bam. Nou, ik 2 weekenden bijna niks gehad. Maar volgend weekend heb ik er 5 op staan bijvoorbeeld. En het weekend erop 3. Dus ja, ik ben wel weer echt goed... 5 liedjes op 1 avond, ja? 5 liedjes. En dan allemaal, allemaal demootjes van 20 seconden. Oh, ja. God, erg druk zeg. Ja, jij bent me gelukkig op een paar dagen verdelen. Ja. Nou, Butcher. Ja, hey, Butcher. We gaan er iets moois van maken. Straks belt de muzikale producer. Mm-hmm. Die gaat ons vertellen wat we moeten doen. Aan jou ook met eer en geweten 3 uur. Dat is de tijd die we hebben. Ja, we halen het of halen het niet. Zo simpel is het gewoon. We gaan ervoor, maar ik ben heel erg benieuwd. Want ik ben wel eens bij Kees in het verleden heb ik opgenomen. Dan ben je van 's morgens 9 tot 's avonds 6 ben je hier en is de productie af. Dus ik vind het knap als je het nou binnen 3 uur kan doen, zeg maar. Ja, dit is mijn deuntje. Ik ga hem even oppakken. Het is de muzikale uitdaging, de producent. Hallo, met de trio muzici. Hallo, je spreekt hier weer met de producer. Hallo, tijdje geleden. Tijdje geleden weer, Kees. Nou, net. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben er terug, ergens vandaan. Waar ben ik? Toch wel een aardig ideetje opgelopen, ergens. Oh, vertel eens. Ja. Ik kom uit Mexico, we hebben vakantie geweest. Oh. Ja. Zakelijk of privé? Wat zeg je? Zakelijk of privé? Privé. Oké. En daar heb ik een aantal van die Mexicaanse orkestjes gezien op het strand, weet je, met die grote gitaren en alles. Ja, ja. En er was er eentje bij dat in het Spaans dan. En daar kwam de wereld in voor. En dat was zo'n verrekt mooi nummer. Een soort wals was dat. Een beetje Mexicaanse wals. Oké. En dan heb ik zelf al bedacht dat het zal moeten heten. Ja, dat laat ik hier niet over. Zal ik jou de wereld laten zien? Dat lijkt me een mooie titel. Oké, dus even terug. Zal ik jou de wereld laten zien en het moet een Mexicaans getinte wals zijn? Ja, Mexicaans getinte wals met accordeon.
Ja, tuurlijk. En hun hadden ook trompetten en van die grote gitaren. Ja. Dat was hartstikke leuk. Okay. Het zou net zo goed Betty Kraft kunnen zingen als een andere Mexicaan. Oh, Bepi, ja, Betty Kraft. Ja, leuk. Ja. Ja. Een beetje die stijl. Oh ja, dat is wel leuk. In de Nimmel bijvoorbeeld. Hè? Ja. In de Nimmel, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, nou ja, dat is goed. Het moet zo klinken in de kroeg. Ja. Maar dat is maar een suggestie van mij, hè? Ja. Dat ze geen bier meer bestellen, maar tequila. Oh, zo. Oké. Okay. Ja, is toch? Ja, nou, ja, dat gaan we doen. Dus ja. Zal ik jou de wereld laten zien in een Mexicaans getint supergezellige wals, waarbij ze in de kroeg de handen omhoog doen? Ja, niet alleen de handen omhoog doen, maar de lichten gaan flikkeren van de muziek. Ja, ja. En de mensen die aan het dansen zijn. Nou, helemaal goed. Superleuke opdracht voor de aflevering. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Adoe. Adoe. Kees, zal ik jou de wereld laten zien? Mexicaanse wals. Alles staat denk ik wel bij een titel, hè? Ja, ik vind het altijd heel fijn inderdaad dat ik een steltje krijg in de titel. Mexicaanse wals. Ja, jij had het over Bepi Kraft, Roy Hazen. Ik denk aan het liedje van Dana Winner, weet je wel? Geef mij een zwoele zomer. Weet je wat ik bedoel? Dat ik helemaal... Dat is echt super. Ja. Zal ik jou de wereld laten zien? Ik denk dat we gewoon in ieder geval de titel alvast gaan opschrijven. Ja, dat is. En dan gaan we natuurlijk, zoals jullie gewend zijn, even een beetje pielen, een beetje neurien, een beetje melodielijntjes zoeken. En de beste die blijft staan, Chris. En dan gaan we verder bouwen. Zal ik jou de wereld laten zien? Ja. Je zegt het eigenlijk nooit dus zo snel. Zo langzaam. Je zegt net, nee. Zal ik jou... Dat zeg je niet, inderdaad. Dus we moeten dan zal ik jou de wereld laten zien. Nee, maar de zang is toch anders? Ja, op zich is dat al anders. De manier hoe je iets tegen zegt, daar zit ook een bepaalde melodie in. En dat is de meest natuurlijke melodie. Dus zal ik jou de wereld laten zien? De intonatie is anders. Zal ik jou de wereld laten zien? Dat zit erin, ja. Zo zeg ik, zal ik jou de wereld laten zien? Zal ik jou de wereld laten zien? Kees gaat hem nu opnemen op de microfoon. Dat gaat niet gebeuren. Dus die eerste lijn, de melodielijn, zodat we hem niet kunnen vergeten. Zal ik jou de wereld laten zien? Zal ik jou la 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 la. Kijk, we pakken nou op één. Oh, wacht eens even. Ik ben één ding vergeten. Ik moet de tijd... We zijn de tijd vergeten. Oké, kijk, jij 3 uur? Ja, 3, 2, 1, en go. Ja, loop u leeg. Oké. Dus ik denk lastig om... Ik vind dit nog niet swingt, zeg maar. Nee, maar dat komt wel. Ja, natuurlijk komt dat. Maar dat moeten we niet. Zal ik jou... La, 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 la. Ja. 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 Dan ga ik even de tekst geven. Zo snel gaat het. Ja. Laten zien, zal ik jou de wereld laten zien? Zal ik jou de wereld laten zien? Zal ik jou de mooiste plekjes laten ontdekken? Ja. Nee, Kees. Zal ik jou... We hadden... Dat is mooi met die. Op een prachtig avontuur. Naar een wereld waar je nooit terecht zal komen. Ik neem je mee. Dus pak mijn hand te zat. Neem je, zal ik jou de wereld laten zien. Dat is een mooi, dan is je lekker lengte. Ja, ik heb gewoon maar even vrij getypt, hè. Ja. Kunnen we geen minstreken doen. Zou je ooit de maan ondergaan in Twente, in mooie landen? Kreeg jij ooit een zoen van een tadadadim, op een terrasje in het en daar genoeg. Dat is heel mooi. Ja, la, 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 la.
ijsje. Jij ooit een ijsje in Turijn? Of dronk je ooit een wijntje in Turijn? Zag jij ooit de zon op de radio? Weet jij hoe het bier smaakt op het Oktoberfeest? Ja, toch. Ja. Nee, vind ik goed. Weet jij hoe het bier smaakt op het Oktoberfeest? Dan moet ik. Ga weg, maar waarom wil je het eraf? Ik ben allemaal aan het doen, Chris. Ja, dan krijg je dat ding niet allemaal. Het staat allemaal heel erg kort op. Ik ben niet zo op de kap. Oh, dus die onderkant die was eruit gegaan. Ja. Oh. Ja, ik ben nog al lompenslagen zijn, hè. Dus maar Chris, is toch eigenlijk gewoon dit zo? Niet bibberen, ja. Meer is toch eigenlijk niet? Het gaat eigenlijk heel goed. De tekst uitgeprint. Ja, ik heb de tekst uitgeprint, die moeten we dadelijk gaan zingen. Maar ik moest hem een beetje in het bereik houden van mijn zicht, om het zomaar netjes te zeggen. Anders, ja, oké. Ja, daar is je ook nog. Oké, welke hoofdtelefoon ga je pakken? Deze? Ja, pas op dat die zender niet valt. Zal ik jou de wereld laten zien? Zal ik jou de wereld laten zien? Ik neem je mee naar het land van onze dromen. Jij en ik op een prachtig avontuur. Weet jij hoe de zon opkomt in Thailand? Kom niet! Fuck dat man, weg! Thailand! Hoe zeg je dat ook weer? Thailand, zing Thailand. Thailand, focus. Thailand. Mee, ik neem je mee. Nee, ik neem je mee. Ik neem je mee. Ik neem je mee, dus pak mijn hand, mijn lief. Weet jij... Nee, kocht jij. Oh, sorry, oké. Okay, ja, kocht een laar. Ja, wacht even. Ja. Ramblas, zo hè. Kocht jij ooit een jurkje op de Ramblas? Ja. Kocht jij ooit een jurkje op de Ramblas? Je moet hoog pakken. Reed jij ooit op een kameel in de woestijn? Reed jij ooit? Reed jij ooit op een kameel in de woestijn? Luister. Vind jij het ook leuk om te zingen? Dan heeft Alecto voor jou de juiste apparatuur. We gaan even naar de reclameboodschappen. We zijn zo terug. Dag allemaal, en daar ben ik dan, zoals beloofd, met de aanbieding van deze week van Alecto. Professionele audio voor thuis. Voor op de zaak, voor op de vereniging of misschien voor op school. En vandaag ga ik het uitbreiden, want hier hebben we niet eens een locatie voor nodig. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld in het bos staan of midden op zee. Ik heb het hier over de MPA-130. En wat is hier zo speciaal aan? Je hebt hier geen stroom voor nodig, want deze heeft een ingebouwde accu. Met de mogelijkheid tot 4 uur gebruik. En dat is nogal wat. Wat is nou allemaal zo speciaal aan de MPA-130? De MPA staat voor mobiele PA-installatie. Nou, het kan wel eens zijn dat je ergens een lezing moet geven, dat je even snel iets moet neerzetten. Nou, dan ga je natuurlijk geen geluidsbedrijf inhuren, want je pakt eigenlijk de MPA-130. En dan zien we al meteen dat die mobiel verrijdbaar is. Het heeft dus een trolleyfunctie met de wieltjes aan de onderkant en het handvat aan de bovenkant. Het is een compleet product met een vermogen van 100 watt. Hij staat hier bij mij op een statief. Een statief krijgt u er niet bij. Ik praat alleen over het systeem wat ik hier heb staan, het product, de MPA-130. Wilt u wel een statief erbij, dan kunt u altijd gaan naar elekto.nl. Daar kunt u feilloos lezen welke statieven, welke apparatuur daar allemaal bij kan. Wat er nog meer bij zit,
is een draadloze microfoon. Dat zien we ook aan de achterkant, het antennetje voor de microfoon, dat die goed opvangbaar is, zodat het ook niet gaat storen dat je iets te ver weg bent. Daar zit ingebouwd een cd-speler, een SD-kaartfunctie, een USB-functie waar je misschien een vertelling op kan zetten of een muziekfragment op kan zetten. Of je kunt gewoon achtergrondmuziek opzetten. Maar je kunt hem ook aansluiten op je tablet of op je mobiele telefoon, want ook de Bluetooth-functie die werkt. Nou, en ben je hartstikke druk met je presentatie en ben je iets aan het vertellen en komt er een belangrijke persoon op school en die wil je dat hij iets door de microfoon vertelt, dan wil je natuurlijk ook de MPA-130 op afstand bediening kunnen gebruiken. Nou, je kunt hem natuurlijk ook vastzetten op het netwerk. Als je een stekker hebt, die krijg je er natuurlijk bij. Je steekt hem in de stopcontact en dan belast hij de batterij niet. Maar nogmaals, 4 uur lang kun je met deze batterij vooruit. Je kunt daar nog meer op aansluiten. Natuurlijk een tweede microfoon. Je kunt andere apparatuur aansluiten. Heb je nog een oud cassettesysteem, dan kun je dat aansluiten. Wil je misschien met een ouderwetse platenspeler aan de gang, dan kun je dat gewoon aansluiten. Maar je kunt hem ook uitbreiden met extra speakers. En een van die speakers, die ga ik er even bij halen. Dit is de MPA-box waarmee je bijvoorbeeld de MPA-130 kunt uitbreiden. Natuurlijk ga je voor meer informatie naar alecto.nl en daar staat alles op. Welke statieven kun je het beste gebruiken? En bijvoorbeeld die MPA-box op welke manier je kunt gebruiken? Hoeveel kan ik eraan sluiten? En dat bepaal je natuurlijk uiteraard allemaal helemaal zelf. Nou, omdat dit systeem natuurlijk een systeem is waar je mee naar buiten gaat, dan zou het ook maar zo kunnen zijn dat we in dit regenachtige kikkerlandje het dus toch echt gaat regenen. Daarvoor hebben we, ik duik even naar beneden, natuurlijk een regenhoes. Die schuif je er uiteindelijk overheen en dan is die veilig aan de bovenkant. Gaat het handvat er doorheen en je kunt hem gewoon gaan rollen. Resumé, kijk eventjes mee naar de voorkant. We hebben hier de MPA-130, het mobiele PA-systeem van Alecto. Met een ingebouwde accu, een batterij, tot 4 uur gebruik. Het handvat, dat natuurlijk makkelijk ingeschoven kan worden. En de wieltjes, zodat u hem als trolley kunt gebruiken. Een draadloze microfoon die op het systeem aangesloten zit. Natuurlijk ook met de ontvangstantenne in het systeem zelf. We hebben een cd-speler. We hebben een SD-kaartmogelijkheid. Een USB-aansluiting. We kunnen natuurlijk ook onze Bluetooth-apparatuur aansluiten. Hè. Denk dan aan de tablet of denk aan je mobiele telefoon. We kunnen extra speakers erop aansluiten. Dat heb ik hier met deze speaker al laten zien. Maar natuurlijk ook nog andere apparatuur die we feilloos kunnen aansluiten. Een tweede microfoon. Nou ja, gaat allemaal zomaar door. We kunnen hem ook aansluiten op het lichtnetwerk, op de 220. Al die stekkers die zitten natuurlijk ook compleet bij. Dit complete systeem, en dan heb ik het over de MPA-130 die hier staat, met de afstandsbediening, met de draadloze microfoon en natuurlijk de regenhoes die ik ook al heb laten zien. Dat is natuurlijk exclusief de extra speaker en exclusief de statieven. Die kunt u nog even erbij zoeken op alecto.nl. Het complete systeem, de MPA-130, kost €649. Dat is de prijs die u gaat betalen bij de betere elektronica en audiozaken. Zo, ik had een paar dartpijltjes gegooid tijdens de commercial break. Wij gaan weer lekker verder met de muzikale uitdaging. Ik heb Chris voor het eerst gezien in Monschau, dacht ik. Met de opname die we hebben gemaakt voor Exit, de week van Exit. En toen viel hij me op, omdat er gewoon een hartstikke leuke, frisse zanger is die de tent wel op zijn kop weet te zetten. Ik heb ook het idee dat hij altijd laat geboekt wordt. Hoe later die geboekt wordt, hoe meer sfeer er in de tent zit. En dan maakt hij er wel een feestje van, dat is wel leuk. Mensen zullen me kennen van het Hollandstalige muziek met echt het feestgehalte erin. En het meedijnen, de polonaise, het uptempo nummer, daar kennen ze me van. Mijn bekendste nummer is, ik heb eigenlijk twee, dus Jouw Donkere Ogen en Geef Me Jouw Liefde. In het dagelijks leven heb ik een keurslagerij. Ik heb een groothandel in vleesconserven. Ik heb een online barbecuebedrijf en ik doe nog wat zingen erbij, dus eigenlijk een druk bestaan. We zijn vandaag begonnen met de allereerste aflevering van de muzikale uitdaging, deel 3. Het eerste deel heb ik met Frank gedaan, het tweede deel met heel veel verschillende artiesten en het derde deel ook weer met verschillende artiesten. En bij voorkeur is dat nooit iemand die er al een keer in heeft gezeten. En ik hoop dat weer een hele leuke aflevering gaat worden. Gewoon een leuke serie van dit keer van 10. Het samenwerken met Nol die gaat prima.
Ik heb hem eigenlijk maar één keer van tevoren ontmoet. En dat was in Winterberg een paar jaar terug. Maar ik heb wel heel veel muziek van hem geluisterd. En ik vind dat hij wel heel veel positieve boosting geeft aan het project. Ja. Mijn grootste hit was, als een grapje, een nummer 1 hit met Johan Vlemmix, Een busje vol met Polen. Heb ik toen gemaakt. En In de Hemel is ook een kan geweest. Bakske Koffie is een kan. We hebben ook met Frank, met Bad Brothers, heb ik 18 keer in de top 50 gestaan. Dus best wel veel muziek gemaakt eigenlijk. Ja. Ik ben begonnen met zingen eigenlijk toen ik nog in Veldhoven woonde, in 7, 28 jaar geleden. Een vriend van mij had een café gekocht en ik kwam Peter Smulders altijd daar. Velen kennen hem wel, hij is helaas te vroeg overleden. En daar zong ik wel eens met zijn liedjes mee. En toen zei die kastelein, zeker een vriend van me, die zei van God, kun je dat met de carnaval ook eens niet doen? Dat was toen in de cassettebandjes tijd en dan had ik 11 liedjes op staan. En einde van de avond had ik cassettebandje 4 keer gezongen en zo is het ontstaan. Eerlijk, het artiestenvak vind ik op zich niet zo'n gezellig wereldje. Er is enorm veel afgunst. Maar ik doe eigenlijk gewoon altijd mijn eigen ding en er zijn een aantal mensen waar ik op kan bouwen en die ik ook heel goed vertrouw in het wereldje. En ik zeg altijd maar, laat mij maar gaan en ik moet me eigenlijk niet zoveel met de rest van de dingen. Maar ja, het is niet vreemd, dat hoor je heel vaak zeggen, maar ja, afgunst is er ook wel in dat wereldje. Ja, ik vind de keuze van het liedje vind ik eigenlijk wel heel erg tof, een uitdaging. Ik heb al zoiets iets in die stijl een nummer gemaakt en dat is eigenlijk tot nog toe steeds mijn beste nummer volgens velen. Ik word gelukkig van gezellig met mijn vrouw Lizzie op vakantie te zijn, op het strand te liggen, lekker eten, lekker drinken en dan s'avonds af en toe een liedje zingen in de Hollandse kroeg daar. Heb jij ze de wereld al laten zien? Ja, zal ik jou de wereld eens laten zien, maar wij zijn al op heel veel plaatsen geweest. Ja. Nou, we hebben nog een kwartiertje, denk ik, Kees, ongeveer. Ja, 18 minuten. Maar. 18 minuten voor de. Nou, de zang staat er in ieder geval op. Ja. Ik heb een voorstel. Vertel. Ik vind toch dat jij het alleen moet doen. Ik heb een beetje de backing vocals ingezongen. Ja. Ik vind het geen duetje, ik vind het meer een solo liedje. Ja, dat ben ik wel met je eens. Maar ik vind wel een goede vocals erachterop, dan klinkt die lekker vet. En ja, Kees gaat hem nou aankleden. Dus ik ben wel mee eens, het meer een solo als een duet. Nou, precies. Nou, maar ik gooi het weer af zo. Soms moet je pas op de plaats maken. Ja, nou ja, ik wist ook niet wat er ging gebeuren toen ik kwam. Nee. Dus ik denk van, dan moet ik me nol gaan zingen. Ja. Ja, nee, maar ja, goed. Weet je, maar nu blijkt, want je weet niet wat je maakt. Nee. En dat betekent ook weer dat het heel duidelijk is dat wij van tevoren gewoon echt niks hier klaar hebben staan. Nee, we hebben niks bedacht. Dus. Toen ik het nummer voor het eerst gehoorde, denk ik van, jezus, wel heel erg hoog. En net jouw tweede stem net echt heel hoog. Ja, dat was echt heel erg billennijpen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ja, ik vind wel dat het heel erg leuk is. Kijk, we moeten nog aangekleed horen en noem maar op en zo. Maar ja, ik vind wel, ja. maar de basis ligt er. Ja, nou helemaal goed. Dan hebben we in ieder geval wat dat betreft de nummer 1. Ja, die hebben we gehaald en wordt nog aangekleed. Dus het liedje, we hebben nog een minuutje of 16 over nu. Belangrijk om te weten is dat dan het eerste liedje in de muzikale uitdaging van derde jaar. Ja, eigenlijk een solo liedje wordt. Ik heb het natuurlijk wel meegeschreven en ik heb ook de backing vocals gedaan. Maar het wordt wel een Chris Koppers liedje. Ja, maar dat vind ik wel leuk. Alhoewel ik mijn eigen op een duet ingesteld, vind ik het superleuk dat het een solo nummer is natuurlijk. Dat is altijd leuk. Ja, begrijp ik. Nou, helemaal goed. Dan gaat Kees nog even verder pielen en dan gaan we zo meteen even voor de camera zingen. Nou, dat is helemaal gezellig toch? Een deeltje van de clip, zou ik maar zeggen. Ja, een klein stukje vast van. Vond je het lekker gaan? Ja, eigenlijk wel. Ik zat dus twijfelen, is hij niet te hoog? Maar ik kon hem eigenlijk makkelijk aan. Binnenkort in de zalen in Nederland en verder buiten. Chris Koppers met, hoe is de titel ook alweer? Weet ik niet. Zal ik jou de wereld laten zien? Verder buiten. We wachten even af en dan gaan we beginnen met het liedje. Als het eigenlijk redelijk klaar is. Finishing touch wordt nou gedaan. Dus we hebben een go, we hebben een winnaar. Het is, de eerste aflevering is geslaagd. Gefeliciteerd. Dankjewel, ik vond het keileuk om te doen. Jullie heel veel succes nog in de komende maanden. Komt goed. Ik moet er nog 9 hierna. Dus, ja, veel plezier. De volgende keer hoop ik dat ze een mooie vrouw kunnen binnensturen eigenlijk. Ja, dan vang ik mij een goed bod. Dan krijg je lompe slagen mee, weet je wel. Dat kan ook, hè. Ja, krijg die moedjer. Ja. Maar dat maakt niet uit. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Super.
zal ik jou de wereld laten zien. Neem je mee naar het land van onze dromen. Jij en ik op een prachtig avontuur. Niemand weet waar wij samen zullen komen. Pak mijn hand, mijn lief, zal ik jou de wereld laten zien. Weet jij hoe de zon opkomt in Thailand? Dronk jij ooit champagne in Turijn? Zag jij ooit het noorden? Reed jij ooit op een kameel in de woestijn? Zal ik jou de wereld laten zien? Neem je mee naar het land van onze dromen. Jij en ik op een prachtig avontuur. Niemand weet waar wij samen zullen komen. Ik neem je mee, dus pak mijn hand, mijn lief, zal ik jou de wereld laten zien. Kocht jij ooit een jurkje op de Ramblas? Zag jij de paleizen van Brunei? Won jij ooit de jackpot in Las Vegas? Pak je paspoort, kom en ga maar mee met mij. Zal ik jou de wereld laten zien? Nou, ze zijn nog akoestisch en helemaal enthousiast geworden. Kees en Chris, die nog even lekker zitten te jammen. Nou, het is inmiddels donker. Muzikale uitdaging staat wel altijd 's avonds om 9 uur. Nou, het is nu, we hebben nog even lekker een bakje gedronken, 11:15. Heerlijk, we hebben het gered. We hadden 14 minuten over deze keer. En dat stemt mij tevreden. Maar ik vond echt, ik heb het ook tegen Chris verteld, dit is echt een solo liedje. Dat moet je niet met z'n tweeën gaan zingen. Van, ik wil jou de wereld laten zien over een vrouw zingen. Ik heb er alleen maar heibel van. Dat moet je niet doen. Tot volgende week. Volgende week nieuwe uitdaging. Zelfde plekje, zelfde producer. Zelfde muzikale opdrachtgever die aan de telefoon komt. En ik ben benieuwd wie ik volgende week heb. Er weer iets leuks uit gaat komen. Het blijft een uitdaging voor de mensen die hebben gekeken. We moesten in 3 uur tijd een liedje maken. Van niks, van een titeltje en een melodiesoort naar een liedje in 3 uur. En dat is deze keer in aflevering 1 van jaargang 3 gelukt. Ik ga slapen. Tot de volgende. Houdoe.